De eerste rijdende tandheelkundige polykliniek van Nederland is in de hoofdstad op weg naar zijn patiënten. Deze wagen is beschikbaar voor ziekenfondsleden in de randgemeente van Amsterdam, waar 25.000 verzekerden wonen. Hierdoor hoopt men de voor velen nogal moeilijke gang naar de tandarts een stuk makkelijker te maken. De wagen heeft aansluitingen voor elektriciteit, gas en water. De wachtkamer biedt plaats aan 10 à 12 personen. Reeds op de eerste standplaats is er geen gebrek aan belangstelling. Conducteur, even de tanden op elkaar. Straks staat u zonder pijn weer op lijn 7.